Welkom allemaal en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe Brawl Star minigame video. Vandaag doen we weer de jongens tegen de meiden. Dat heb ik een half jaar geleden ook gedaan, maar in die half jaar tijd zijn natuurlijk vet veel nieuwe knokkers erbij gekomen. Je hebt Amber als meisje, je hebt Edgar als jongen, je hebt Colette als meisje die erbij is gekomen. Echt, er zijn zoveel knokkers bijgekomen, dus ik dacht, weet je wat, dit moeten we gewoon nog een keertje gaan doen. En ik heb 3 maps gemaakt, echt 3 geweldige maps, al zeg ik het zelf. Jullie gaan ze in de loop van deze video zien. We doen 3 keer zeg maar dat ik dan een meisje ben en 3 keer dat ik een jongen ben. En dan doen we 5 versus 5 tegen elkaar. Ik kan al een klein preview geven van de eerste map. Dit is de eerste map en in het midden tussen het water liggen echt mega veel kisten. Dus het is eigenlijk zaak om zo snel mogelijk die kisten te pakken. Maar de komende maps die zijn eigenlijk nog veel zieker. Die zijn echt heel nice. Maar dat hou ik dus nog heel eventjes geheim. Maar als jullie zin hebben in deze minigame video, smash dat duimpje omhoog. Zouden we de... hoeveel likes? 5000 likes. Is veel, maar het zou heel ziek zijn als dat gaat lukken. Vergeet natuurlijk niet te abonneren en op dat belletje te drukken als je dat nog niet hebt gedaan. En mocht je een mooie aanbieding kopen in de store, bijvoorbeeld die megadozen of in ieder geval iets, gebruik natuurlijk de code BOUS en dan check www.bous.nl voor eventuele BOUS aan mijn kleding. Maar ik zet hem open, ik had het gewoon in de clubchat gezien, dus voor degene die leuk vindt, die kan meedoen. En ik leg het even uit en dan zie ik jullie zo meteen weer als we gaan beginnen. Oké, ik heb het allemaal uitgelegd. Dan kunnen we gaan beginnen. Falco die zit er trouwens ook gewoon in. Die heeft best wel wat trofeeën. Dus dat is wel grappig dat hij gewoon is gejoined. Een van de betere spelers in Brawl Stars van Nederland. Maar let's go. Is iedereen al cold? Is iedereen al cold? Oh nee, we hebben 1 kill. Oh, en een Edgar. Voor de rest is bijna iedereen cold. Ik ben erg benieuwd of dit een beetje goed gaat. We kunnen even hier een gadget aanzetten. En dan kunnen we hier in ieder geval iets pakken qua krachtpunten. We gaan lekker als jongens zijnde. Ik moet nu wel even uitkijken. Dit wordt nu wel iets gevaarlijker. Er zijn ook vet veel bees als meisjes. En bee is natuurlijk ook mega goed. En Piper is hier ook goed. Oké, we kunnen misschien kijken. Oeh, daar is spek snijden. Wat gaan we doen? We moeten even hier wat hits. Oh, dat scheelde niks. Nee, shit, ziek gespeeld van Falco. Oh, nee. Oké, hopelijk gaan de jongens alsnog winnen. Dat hoop ik. Oh, speksnijder ging daar bijna dood. Maar hier, die Colt, die heeft 8 krachtpunten. Dat is behoorlijk veel. Ik ga eventjes snel toekijken, dat vind ik net wat leuker. Maar dat is best wel leuk, omdat je in het midden zoveel dozen hebt, dan wordt het wel spannend. Maar het is momenteel 2 jongens tegen 3 meiden. Dus het eerste potje gaan de meiden waarschijnlijk winnen. Ja, waarschijnlijk wel. Maar ja, die Colt, die heeft wel heel veel krachtpunten. Maar dan... Oh, hij had die bee anders. Nee, dit gaat niet meer goed komen. Dat kan niet. Gaat hij die Tesla nog neerkrijgen? Nee, oké, de meiden hebben gewonnen. Eerste game, 1-0 voor de meiden. Maar we gaan door naar de volgende map. Want ik heb dus, zoals ik al zei, 3 maps die we gaan spelen. Dit is de tweede. Allemaal bosjes. Dus je hebt gewoon alleen maar bosjes. En dan moet je proberen daar te overleven. En in het midden heb je weer allemaal kistjes. Maar de derde map, dat is de beste. Maar we doen eerst nog even deze map. En boven is dus nog jongens. En daarna die andere map. En daarna gaan we wisselen. Oké, ik ga nu met Bo zijn, omdat je met Bo natuurlijk redelijk ver door de bosjes kan kijken. Maar Tara is natuurlijk een vrouwelijke knokker. Shelly is een vrouwelijke knokker. Dus die zijn sowieso supergoed in deze map. Dus ik vraag me af of de jongens dit gaan winnen. Maar we gaan natuurlijk wel ons best doen. Dat doen we natuurlijk sowieso. Oké, let's go. In het midden dus weer allemaal kistjes en voor de rest gewoon allemaal bosjes. De jongens nemen dus weer de blauwe teleport. Is iedereen... We hebben een, heel veel Bo's en we hebben nog een Brock. Oké. Nou, eens kijken of dit goed gaat komen. Ik wil eigenlijk ook mijn super hebben. Oh nee, ik heb verkeerde gadget geselecteerd. Waar is iedereen hier? Of laten ze nu een super op elkaar? Oké, we kunnen hier even hits doen op die Chris. En in het midden worden we al behoorlijk sterk, dus dat is chill. Oh, er is nu helaas eentje dood. Dat is weer balen, dat is balen. Ik wil eigenlijk ook wat... Oeh, dat was een Colette. Wat gaan we doen? We kunnen misschien die Chris killen. Die is nu bijna dood. Ja, nice. En hier even wat hits. Moet even uitkijken dat ik niet... Oké, nice. Ik heb nog eentje gekilled. Nice. Dit gaat goed. Ik heb gewoon 2 kills. Volgens mij heb ik als enige kills gemaakt hier zo. Van mijn team dan. Daar was een Colette. Ik wou even krachtpunt hebben. En we kunnen misschien ervoor zorgen dat we deze nog kunnen pakken. Ik durf het niet zo goed. Ja, want het, ik ga het gewoon proberen. Ik wil sterker worden. Oké, top. Dan hebben we hier iets meer. Ik weet trouwens dat hier nog mijn mijnen liggen. En hier ligt ook nog een krachtpunt. Ik weet alleen niet of hier... Oh, daar is Kaasbol. Oké, nice. Dat, die zit daar nog. Ik vind het wel echt een geniale map. Oh, daar is Piper ook nog. Oh, oh,
Oké, we moeten hier even uitkijken. Oké, patatje is er nog. Hallo, oké, top. Hij heeft een super. Je moet uitkijken voor mijn mijnen. Je moet daar niet heen. Je moet hier zo blijven. Het is nu 2 tegen 2, denk ik. 2 tegen 2. Er is nog een Piper. Maar ik heb alleen geen idee waar die zit. Die zit daar. Kom maar even hier wat hits. Oeh, patatje is nu helaas dood. Oké, ik ben als enige tegen de 2 meiden. Oké, we gaan even kijken of we hier die kill kunnen maken. Nee, 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 nee. Ja, oké, nice. Nice, 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 nice. Oké, dat is chill, dat is chill. Dan is het nu gewoon een kwestie van winnen. Oké, ik heb nu die krachtpunt. Oké, hij weet nu waar ik zit. Hij weet nu waar ik zit. Oké, we moeten nu pushen. We moeten nu pushen. We moeten nu pushen. Oké, hier even mijnen. Ah, ja! Nice! Die jongens hebben gewonnen. Nice! Oh, dit was wel echt een moeilijk potje. Maar het is gelukt. Dit staat ondertussen 1-1. En dan hebben we nog 1 map te gaan. En dat vind ik eigenlijk wel de beste map, om eerlijk te zijn. Het is echt een geniale map. Het zijn allemaal skeletjes met een soort van... allemaal doof. Nou, niet echt doof. Het is niet echt moeilijk om naar het midden te komen. Maar in het midden heb je veel ruimte. En daaromheen heb je allemaal muurtjes met skeletjes. Ik vind hem erg leuk. Maar eens kijken of de jongens of meiden deze kunnen gaan winnen. Oh, wat een legend die Falco had. Sally Nani gehaald met de code mouse. Gebruik natuurlijk de code mouse als je dat nog niet hebt gedaan. Oké, daar gaan we dan. Het spannende potje. Als wij dit winnen als jongens, hebben de eerste 3 rondes de jongens gewonnen. En als de meiden dit winnen, hebben de eerste 3 rondes de meiden gewonnen. Ik zal even mijn gadget ook aanzetten. Oké, top. Dan kunnen we nu eventjes een beetje bewegen hier zo. Oké, let's go, let's go, let's go. Als iedereen een beetje zijn eigen weg loopt, dan is dat helemaal top. En dan kunnen we naar het midden gaan. Ik ga een beetje via de zijkant. Het is echt een vage web, ja. Het is echt een vage web. Oké, maar hij is wel leuk. Oké, we zijn in het midden beland. Hier sowieso meteen het midden. We kunnen hier dus langs gaan eventueel. En ik kan eventueel zo meteen een jump maken op Tesla. Ik ga het gewoon meteen doen. Ik ga het gewoon meteen doen. Hoppatee. Nice. Oh, die was heel ziek. Die was heel ziek. Lekker man. Meteen een kill. Meteen een kill. Oh, joh. Die was echt heel nice. Sorry Tesla dat je zo snel dood ging. Bibi is natuurlijk ook wel een goeie. Ik wacht heel even tot ik weer mijn super heb. En dan ga ik op die Bibi jumpen. Denk ik. Ja, ik heb weer mijn super. Dus dat is nice. Ik durf niet zo goed die jump te nemen. Net ging het nog maar net goed. Ik ging wel echt aanvallend. Oeh, Falco. Die doet een beetje gevaarlijk. Ik kan die jump nemen. Wat gaan we doen? Oh, huh? Wat? Hij killde zijn teamgenoot. Dat was niet slim. Oké, top. En ik zet mijn gadget even in. Oké, de jongens gaan dit makkelijk winnen. Oké, dan hebben we de eerste jongens. Op de eerste ronde is de jongens gewonnen. Maar het was dom dat één iemand van hun zijn teamgenoot killde. Maar we gaan wel winnen. Kaasbol, wie maakt het klusje af? GG's! Lekker boys! Oké, de eerste 3 ronden zijn gewonnen door de jongens. Dan gaan we nu hierna wisselen en dan gaan we kijken of we als meiden ook kunnen winnen. Ik ben benieuwd, ik ben benieuwd. Oké, daar gaan we dan. Eerste ronde als meisje. En de meisjes nemen natuurlijk de rode teleport. Ik denk dat we tegen bijna weer alleen maar Colts moeten. Ja, bijna wel. Huh? Hé, de nam een Colt. We moeten Colt eventjes laten gaan. Dat was namelijk een paar en verkeerde. Wat gebeurt er allemaal? Waarom killen jullie elkaar? Wat? Bro, wat? Wat? Wat gebeurt er allemaal? Oké, nee, we moeten dit nog een keer doen. Nou, daar gaan we weer. Poging nummer 2. Hopelijk gaat het nu wat beter. Deze gaat dus voor het echi. En dan, iedereen neemt nu de goede teleport. Ja, kijk, dit lijkt er meer op. Er was dus net een patatje die was bot geworden. Het enige nadeel is wel dat wij niet echt heel erg snel... moet hier even uitkijken. Dat wij de kistjes niet echt kunnen openen. Dat is een beetje balen. Maar we kunnen natuurlijk wel kijken of we hier kills kunnen maken. Dat zou misschien wel kunnen. Oh, yo, die Falco, die Mortis, die heeft 11 krachtpunten. Dat is echt bizar. We kunnen hier even mijn gadget en dan kan ik die... Oh, die was zo low. Die was zo low. Oh, yo, dit is wel balen. We kunnen hier... Ja, oh nee, hoe kan ik die missen? Oké, nu moet ik uitkijken, nu moet ik uitkijken. Oh, dat was echt een grote miss. Die had ik niet mogen missen. Want dat scheelt er gewoon heel... Oké, nee, ik wil nu geen... Nee, geen super normaal. Ik wou net zeggen, dat is veel te gevaarlijk, man. Oké, maar Falco gaat dit sowieso ownen, want hij heeft nu super krachtpunten. Maar misschien dat Patatje daar nog wel een kill kan maken. Als hij hem nu raakt, ja, oké, top. Maar Falco is zo sterk. Het is nu 2 tegen 2. Die bees hebben denk ik geen kans tegen Falco. Want Falco die heeft 18 krachtpunten. Dat lijkt me heel sterk dat hij dat dit nog goed gaat komen. Als hij Falco nog kan killen, dat zou echt insane zijn. Oké, Speksnijder tegen Chris en Falco.
Gaat hij Chris toch killen? Ah nee, dit gaat niet meer lukken. Oké, okay, de jongens hebben deze ronde gewonnen. Dus dat is een beetje behalen. Maar we hebben nog twee kansen. We moeten de komende twee potjes als meiden winnen. En dan kunnen we alsnog deze ronde winnen. Maar dan moeten we nu door naar map 2. En dat was deze map. Ja, dan gaan we hier zijn met de meiden. En ik ga gewoon lekker Shelly wezen. Want Shelly is OP van dichtbij. En Shelly is natuurlijk een meisje. Dus dat is ook extra nice. Oké, daar gaan we dan. Let's go. Hopelijk kunnen we nu als meisjes winnen. Ik denk dat er ook best wel wat Tara's zijn bij ons. En Falco die gaat weer met Mortis. Mortis is eigenlijk wel goed. Omdat hij natuurlijk in het begin heel makkelijk super veel krachtpunten kan krijgen. Ik ga hier ook gewoon heen. Ik ga hier ook gewoon even zorgen dat ik... Ah, ik heb helemaal niks kunnen pakken. Dat is weer een beetje balen. Dat is een beetje balen. Oké, ik wil ook even eentje. Oké, nice. Dan heb ik nog eentje. En dan kan ik hier... Oh, die andere Shelly heeft er ook nog een paar. Oké, maakt niet uit. Maakt niet uit. We hebben er nu in ieder geval een paar. Oké, dan mag jij die. Mag jij die. Expensive, die mag die. Oké, top. Dan staan we er nu goed voor. Ik heb niet echt bijgehouden wie allemaal dood is gegaan. Dus, Oh, dat was een meneer P. Oh, nice. Dat was lekker gedaan van die Tara. Ik denk dat het wel goed moet komen. Ik denk dat de meiden nu gaan winnen. En dan staat zo meteen 1-1. Maar Falco, die leeft gewoon alsnog. En daar is een Bo. Is hier een Bo? Die moeten we killen. Waar is een Bo? Bo, waar ben je? Bo, Bo, Bo. Oh, daar was een Edgar. Die zit daar zo. We moeten even uitkijken trouwens voor Falco. Die kan hier ook nog een... Oeh, daar is Falco. Oh, die doet dit zo goed, jongen. Dat is niet normaal. Maar als we van dichtbij zijn, dan kunnen we Falco eventueel wel killen. Ja, 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 ja. Oké, ik heb nu mijn super. Dus nu moet Falco uitkijken. Als hij nu naar mij toe gaat, dan kan ik hem hebben. Ja, nice, 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 nice. Oké, volgens mij is er nog één jongen. Ondertussen gaat mijn mobiel in serie. Dat is niet handig. Maar volgens mij is er nu nog één jongen. Nou, met 10 krachtpunten zou ik die wel moeten kunnen verslaan, zou ik denken. Ik denk dat er één jongen is, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Waar ben je? Komt tevoorschijn, komt tevoorschijn. Geen idee waar die is. Geen idee. Ik zeg gewoon, oh, daar is die. Oké, dit is een beetje balen, dit is een beetje balen. We moeten hier eventjes weg. Dan ga ik eventjes healen en dan ga ik zo meteen er naartoe. Oké, nu met gadget en boom, 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 boom. Oké, nu eventjes er weer zo meteen naartoe. Even uitkijken. Ik heb geen idee waar hij precies zit. Hij zit hieronder ergens. Hij zit hieronder. We kunnen even mijn super aanzetten. Hoppa, easy. 1-1 staat het weer. Het laatste potje gaat beslissen wie deze ronde gaat winnen. Eerste ronde met de eerste drie maps. Ze hebben de jongensronde, dat waren wij. Nu staat 1-1, dus het gaat spannend worden wie gaat winnen uiteindelijk. Oké, dan gaan we dan het allerlaatste beslissende potje. Ik ben erg benieuwd. Ik ben heel erg benieuwd. Oké, we gaan dus hier naar links. Nita is op zich een prima knokker. Het is alleen een beetje balen. Moet hier even uitkijken. Expensive, als jij een gat gaat maken. Dan, oké, top. Dan kunnen we nu allemaal een beetje onze eigen gang gaan. Kijk, als je eenmaal een gang hebt, dan wil het prima. Maar je moet even die eerste gang doorkomen. Ik ga eventjes hier via de zijkant. En dan probeer ik hier zo meteen even wat hits te doen als B zijnde. Oeh, daar is Falco. Oeh, die heb ik nu wel iets gehit. Maar hij is wel gevaarlijk. Maar ik heb mijn super shot. Dus ik ben ook gevaarlijk. Patatje, wat gaat Patatje doen? Falco, die zit daar redelijk opgesloten. Wat gaat de boel doen? Die kunnen we hebben. Oh, ik hitte per ongeluk Patatje. Sorry, Patatje. Oké, dit gaat nog wel goed. En super. En nice, dat was Falco. Oh, nee. Oh, dat was ook nog Tesla. Die zat gewoon aan onze kamp. Ik zat er helemaal niet op te letten. Oh, ik ben zo benieuwd wie nu gaat winnen. Oh, dat was goed gedaan van Nita. Dan moet die beer wel naar de jongens gaan. En dat doet hij ook. Die gaat achter Dynamike. Dus dat is ook chill. Het zijn volgens mij nu vier meiden tegen één jongen. Nice, dan hebben de meiden waarschijnlijk gewonnen. Of Alex, nee, de meiden hebben inderdaad gewonnen. GG's naar de meiden. Oké, dus we hebben beide games gewonnen. Uiteindelijk is het gelijk spel geworden tussen de jongens en meiden. Maar wij hebben de eerste ronde en tweede ronde gewonnen. Eerst met de jongens en daarna met de meiden. Dus dat is nice. Maar dat was het voor deze video. Bedankt jullie voor het kijken. Vergeet niet vanzelf een duimpje omhoog achter te laten als je dat nog niet hebt gedaan. Dan heb ik tot slot nog mening te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, bazen. Als je dit nou een leuke video vond, check dan even de video die hier komt te staan. Dan vind je die waarschijnlijk ook wel leuk. En abonneer natuurlijk even. Dat kan je hier dan hieronder doen. Dan blijf je op de hoogte van al mijn video's. Dat is natuurlijk net zo leuk. En ik heb ook kleding. Bouws Army kleding. Wil je het zelf kopen? Ga dan naar bouws.nl en word lid van de Bouws Army. Let's go!